Wang bung neti mi ewins ala kondreman tapu foderoko donderdag 16 maart to dusung nanga 23. Dis na NYUNSU tapu kanal 8.1. A ministeria fu gozonta versi okong nanga wang interventie aanpak giden 3 gespecialiseerde atoso na insranang. Te we taki abralen 3 gespecialiseerde atoso, da we denki go na seifu AZP, Slans Hospital nanga Mungra Medicentrum fu Nikeri. A interventie aanpak disi, mu sorgu dati oplossing mu kong, te e go abra apistori fa furu verpleegkundige Egwelip Wikondre. Minister Amar Ramadin taki, fa furu verpleegkundige Egwelip Wikondre, dan akandeso taki if unu ne kondre of nek regering no konang wan plan, dan bigi problema kamsa na ini a gezondheidszorg. Ano akandeso dati verpleegkundige Egwelip Akondre dan garantie no de gisikisma fukis bumbu yepi. Daarom a regering eko nangawa interventie aanpak fu sorgu fa brad edemang na konmang kan kona makandra fu suku gerichte oplossingsmodelle gi ding atoso. Wan bunfuru gespecialiseerde gezondheidszorgers Egwelip Akondre neki dialyse verpleegkundige, kinderverpleegkundige, nangasma sei luku ati oktu. Dus daarom, a dienstverlening moest gegarandeerd. Te u siki, ide moesman krasu ede, e prakseri, fa mofen bunyepi. Dus, ini a RVM futide, a pistordisi kona kring, en bosroiti moestek ete, fa granlanti opak ator dis aan. Maar, Noyaso wan plan degba en monimus kontap tafra fa fuhorde verpleegkundige jana oso sodat die a volk kan de gegarandeerd fu kwalitatief gezondheidszorg. Tide bigi vakbontu vakcentrale dat na Z47 behoor wan assemblee van de arbeid. En ini a assemblee fu a arbeid dan Ambra Basi fu C47 dat na Masra Robby Berenstein be piki de NYUNSU mang nanga de rokomang sambe de aanwezig de lidbonde sobong dat die C47 no odume nanga a protest actie sang wantu activiste kondig aan fu 24 maart de konde. C47 taki te luku ding problema sang miti akondre 17 februari baka di wan protest aksi bede dan ango de verantwoordu fu C47 kar de lidbonde fu ing konastrati fu kon protester. Robby Berenstein taki C47 e taki nanga ding rokobasi en ding e tan taki nanga gralanti fa fu char oplossing kong na indem fuka inisang akondre de CQ den rokomang. Daarom ango de verstandig fuk dumei nanga den protest aksis disi, want if bruyapsa dan C47 neng na muskari kong na indeng bruya di opsa kande opsa tijdens de aksis sang kondig aan fu den activiste en aksi disi neng alles plat. Wan den tra sang ambra basi fu C47 chako na fesi nadati deng nogo en tapu a oproep fu president a uitnodiging fu dumi nanga a national dialoog. C47 taki deng oplossingsmodelle nanga den tori san de tak omelisik bananga president de bekend na president. De tegi president tak president moest luku a armoede vraagstuk. De moest draai de tarieven voor energie terug naar Watra. Alle verhoging sang gralanti voor een ding afgelopen moon. De moest draai bakka.
dat die een standpunt voor C47. Want we zijn ook toe nadat die C47 en Kisafiri dat ding nog echt betrokken in rafaxuur verband. Gralanti is tak lang rafaxuur, maar ding is kooi C47 gona wansi. En asan dat die nie kon boom over. Daarom de mek duidelijk en de senua briefie go met president. Pede skrif president taki ding no edumei nanga a national dialoog. De sani san de potba ta papira gralanti musorbu da de sandati dufosi bifos de kantek prati baka na den taki nanga president Chandrika Prasad Santoki. Tide bede a last rokodei fu minister Zelfano Chongahing fu a ministeria fu ruimtelijke ordening en milieu. In taki dati eluku trots go baka na a momenti di a teki a frantwortu fu a ministeria tenek a dei fu tide. Abede wan shat pisteng, maar toch den realiseer wan tu boon belangrijke beleidsdoelen te ego abra milieu nanga ruimtelijke ordening. A protocol fu overdrag betekent tide en Stephen McAndrew voor het ministerie voor arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken of de officieel belasting en waarneming voor het ministerie DC. Chonghun taki a pisting sang eng bedrijf het ministerie a roko samen boong na nga tratra orga voor charwan boong milieubeleid kon opgang. Daarom abe wang tang doro voor klaar a roko ma politiek beslis anders. Idi wan briefi sa ontvang fu president in a briefi skrifi taki ing e tri uit eervol en dati na wan sakit faksi tapu aroko sa adu. Ei hopu taki a minister sang ode officieel belas nanga aroko fu ing dat na Stephen McAndrew sa godoro nanga de beleidsplannen sang a skrifpotik ba en asa cha moro ontwikkeling kona in de beleidsplannen. Milieu na wang prinspari sani in a grondtapu en na wang milieu na wang grondtap beleid. Dus stranang no kantan na baka. Dus ei winsi ook toe een collega McAndrew boon voor krakti en ataki solanga McAndrew ab jepi fanoudu a de bereid voor langa wa anu voor chara ontwikkeling voor a milieu beleid kon opgang. De leden voor a bond voor belangenbehartiging gepensioneerden uit overheidsdienst BBGO be apuan taki nanga wi presidenti tapu munde 13 maart. Den ook toe ben je uitgenodigd voor a gestructureerde nationaal dialoog. En tijdens den taki disi dan den poti differenti zorgpunten kontap tafra die president. Want de fin taki den gepensioneerde zdong nanga bonfuru fuka. A woordvoerder nanga a secretaris voor a bond dat na Shirley on akui a benda non taki denk motto tevreden uit de gesprekken san den bevoer nanga president. De kies afiri dat president arkideng en de kies ook to afiri dat president want cha oplossing kong na in den problema nanga sang den pensioenman voor den overheidsdiensten is donanga. Wam den san san de actie aandacht ook toe nadat die sranang teken wang OAS verdrag en in a verdrag skrifi fa gralanti moes go om nanga den leti nanga den plichten, de rechten en plichten voor senioren burgers. A document dat die ap alasani en Gralanti moet zorgen dat de horden strefi dat de afspraken sademeki na grondtapu orga. Maar voor nu de atis domchinso en de geluku fa Gralanti ocha oplossing kon na in de fuka na ngasang den bigismaf unu esdong.
Lukumang u kondoronak ba fu NYUNSU fu tide donderdag 16 maart tu dusung nanga 23. Grand Changi fu di utekute luku STVS NYUNSU me barodi nyawan suit neti moro fara elwe mitamara baka in one new aflevering fu STVS NYUNSU.